ben tegen op koopzondagen, omdat ik graag de zondag houd voor de kerkdiensten. En ook voor het gezinsleven is het heel belangrijk dat er een vrije dag per week ook voor het gezin is. En daarom, je hebt 6 dagen per week om te winkelen. En de winkels zijn al tot 8 uur 's avonds open. Dus ik vind het echt niet nodig dat het zondag ook nog open moet. Nou, voor de dorpen denk ik niet dat het geschikt is. Gewoon vanwege de geloofsmening van de bewoners. Maar voor de grotere dorpen zoals Ede. Nou ja, ze lopen anders achter bij Arnhem en Veenendaal. En ik geloof wel dat het iets is wat bij deze tijd hoort. Gaat u stemmen? Nee. Ik vind het prima dat het... Voor sommige mensen die werken is dat weer mooi voor de zondag, in feite. Dus. Nou, mijn mening is dat we al in een 24-uurseconomie leven. En alles moet al door en door gaan. En 6 dagen in de week hebben we toch ruim voldoende tijd om onze boodschapjes te doen en te winkelen. En dan hadden we de zondag rust in eer houden. Of ik ga stemmen erop? Ja, dat kan ik wel doen. Of het helpt, weet ik niet. Maar kijk, het gaat om de meeste stemmen. Dus. Voor de toeristen zou het iets belangrijker kunnen zijn, omdat die vaak in de weekenden hier pas komen. Maar dan nog kunnen we er rekening mee houden. En het is in mijn ogen niet noodzakelijk om ook op de zondag open te gaan. Ik denk dat er in de gemeente Ede best wel mensen zijn die het prettig vinden, maar dat er ook heel veel mensen zijn die het, de rust hier nog willen bewaren, omdat we toch overwegend christelijk zijn. En vooral in de buitendorpen. Nee, liever niet. Principieel zijn we erop tegen dat op zondag de winkels open zijn. Dus liever niet, nee. Nee, dat willen we helemaal niet. Want wij lezen de Bijbel en daar staat 6 dagen zult gij werken en de 7e dag niet. Dat is onze rustdag. En daar zijn we heel blij mee. Dat ons die gegeven is. Nou, ik woon in een klein dorpje in Otterlo en daar is maar 1 winkeltje. En dus het aanbod is wat minder groot. Dus ik heb behoefte om ook naar andere winkels te gaan. Maar ik moet altijd voor reizen. En in het weekend heb ik wat meer tijd. Nou, dan moet ik altijd op de zaterdag, daar gaat iedereen. Dus ik heb wel behoefte aan een extra dagje. Ja, ik vind het, als ze het doen, vind ik prima. En als ze het niet doen, vind ik het ook goed. Het maakt mij niks uit. Ik doe de boodschap op zaterdag. En als het niet op zondag niet open is, dan doen we het gewoon... Ik ga gewoon op maandag boodschappen doen. Maakt mij niks. Is het wel open, vind ik het ook goed. Gaat u wel stemmen? Nee, ik ga niet stemmen, nee. Nee, tot ziens. Het lijkt me handig als iedereen gaat stemmen. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die het best prettig vinden dat zondag de winkels gaan. Maar ik denk, ja, Nederland grotendeels al heel lang zondag geen winkels open. Dus het zal wel niet helpen. Maar ik denk dat er juist heel veel mensen van de nieuwe generatie het wel interessant vinden.